wordt het serieus. Ik wil jullie namelijk allemaal graag uitnodigen. In mijn hoofd. Ik probeerde ooit in mijn hoofd in een soort schematisch overzicht te zetten in poëzie. Dus ik dacht, ik schrijf allerlei gedichten over verschillende plekken in mijn hoofd. Dan heb ik allerlei kamers en die hebben dan namen. En daarin stop ik dan alle dingen, alle mensen en herinneringen die ik heb. En dan kan ik de deurtjes dicht doen. Dan hoef ik er nooit meer aan te denken. Of ik laat de deuren altijd openstaan. En dan is mijn hoofd één grote, ordelijke flat. Maar ja, ik kwam er vrij snel achter dat het helemaal niet werkt. Dus ik heb alles weggegooid. Ik heb één kamer bewaard. En daar gebeurt altijd alles tegelijk. En daar is iedereen die ik ooit heb ontmoet. En iedereen praat er elkaar heen. En jullie zijn daar ook. En dat heet de hersenkoel. Van zijn